Ja, vorig jaar hebben we zo uitzonderlijk goed jaar gedraaid, ondanks het verbod, dat we dit jaar weer volop hebben ingekocht. In Apeldoorn mag er rond de jaarwisseling geen vuurwerk afgestoken worden. Dat is al een paar jaar zo, maar het is de vraag of dit verbod ook werkt. Een verbod op afsteken is namelijk geen verbod op verkopen. Dat verkopen, dat gaat volop gebeuren. Gezellig oud en nieuw vieren met vuurwerk. Maar er komt wel steeds meer weerstand tegen. In Apeldoorn is, na een eerdere enquête, vuurwerk afsteken zelfs verboden. Maar deze onderneming doet geen stap terug. Er is een vuurwerkverbod in Apeldoorn, maar geen verkoopverbod. Dus wij mogen gewoon vuurwerk verkopen. Maar wie koopt dat dan? Ja, heel Apeldoorn. In de winkel staat nu geen echt vuurwerk, want dat staat hier, veilig in de bunker. Ja, vorig jaar hebben we zo uitzonderlijk goed jaar gedraaid, ondanks het verbod dat we dit jaar weer volop hebben ingekocht. Als de regels zo vaak worden overtreden, is handhaving niet echt een optie. Wat heeft een verbod dan nog voor zin? We hebben meerdere verboden. Dan zou ik het vergelijk willen tekenen met te hard rijden. Niet alles kan gehandhaafd worden. En niet elk vuurwerk afsteken kan gehandhaafd worden. Dat klopt. Maar we hebben ook de zinnen van de burgemeester gezien van... En er is dit verbod en in extreme gevallen kunnen we dit gaan hanteren. Nathalie vreest dat met verboden juist het onveilige illegale vuurwerk nog verder zal oprukken. Met ons vuurwerk blaas je geen handen en blaas je geen vingers af. En als jij gewoon met een lontje, met een gestrekte arm en met een vuurwerkbril op je vuurwerk afsteekt, dan zijn de risico's heel erg klein.